Krakers bezetten voormalig pand Café Extase. Groeiplannen wiegen belemmerd door de NS. En voedselbanken zien klanditie flink stijgen. Dit is het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Het voormalig pand van Extase in Nijmegen is gekraakt. Sinds vorige week donderdag verblijft er een groep krakers in het gebouw van het ooit iconische uitgaansgelegenheid. Ze stellen zich voor als een diverse groep met verschillende achtergronden die allen worden geraakt door de woningnood. Het pand aan de Grote Straat staat al 2 jaar leeg en dat is een doorn in het oog van de krakers die zelf geen woonruimte kunnen vinden. Ze beschouwen de voormalige kroeg nu als hun nieuwe huis. De politie heeft het pand maandagmiddag ontruimd. Dit gebeurde afgelopen weekend ook al. Maar de krakers keerden tot nu toe elke keer terug. Uiteindelijk bleek dit tot nog toe de laatste ontruiming te zijn. Je mag toch niet zomaar kraken? Nee, maar ik denk dat dat een heel politiek beladen keuze is geweest in 2010. Met de ingang van het kraakverbod. En daarvoor zijn ze heel lang bezig geweest met een schappelijke wijze manier te vinden om toch krakers te kunnen de ruimte kunnen geven. Omdat het gewoon een maatschappelijk fenomeen is en blijft. Leegstand is groot, woningnood is natuurlijk ook een probleem. En die twee factoren bij elkaar, die komen dan samen in het kraken. Dus de mensen die hebben een dak boven hun hoofd nodig, wat een logische behoefte is voor de mensen. Mm-hmm. En zolang de leegstand is en de woningnood is, dan zal er gekraakt worden. En ik heb gelezen dat deze mensen deze ruimte niet alleen voor hun woning willen gebruiken, maar ook voor weggeefwinkel of een volkskeuken. Dus een groter maatschappelijk belang willen dienen. De Nederlandse spoorwegen hebben laten weten vanaf 7 november verschillende treindiensten af te slanken. Hieronder valt onder meer het traject tussen Nijmegen en Den Bosch. Daar zijn verschillende gemeenten niet zo blij mee, vooral Wijchen. Ze hebben juist de ambitie om het dorp flink te laten groeien in de komende jaren. Maar dit besluit werkt daar juist op tegen. Ja, dit besluit maken wij niet zomaar, ook niet lichtzinnig. Hè. Dat vinden we zelf ook, nemen we ook liever niet. Maar we hebben te maken met een best wel personeelstekort op onze treinen. Waardoor we nu zien dat er incidenteel meerdere treinen uitvallen. Dat reizigers niet weten waar ze aan toe zijn. En dat de werkdruk op onze collega's gewoon heel groot is. Nou, om ervoor te zorgen dat die werkdruk minder wordt en dat reizigers weten waar ze aan toe zijn, hebben wij moeten besluiten om minder treinen te gaan rijden. Ja, Wijchen die heeft de ambitie uitgesproken om door te willen groeien naar 45.000 tot 50.000 inwoners. Waarbij we de mensen toch gebruik willen laten maken van fiets, wandelen, maar ook zeker van het openbaar vervoer. En daar is de trein een belangrijke speler in. Ja, ik snap dat er NS keuzes moet maken, maar of dit dan de juiste is, daar twijfel ik aan. We hopen natuurlijk dat zo snel mogelijk alles weer naar het oude is. Alleen ja, dat kunnen we, dat is kijken in een glazen bol, zeg maar, in de toekomst. En voor nu hebben we deze beslissing moeten nemen om vanaf 7 november, dus in de avonduren, dat is vanaf 8 uur, en in de weekenden 1 trein per uur te rijden in plaats van 2. Ja, is niet zo'n heel goed idee voor de gemeente Wijchen. De gemeenten gaan nog in gesprek met de NS over dit besluit. Ja, wij zijn constant met de gemeentes in gesprek. En we begrijpen dat ze hier niet blij mee zijn. Het is een beslissing die wij zelf ook liever niet willen nemen. Maar we zien ons niet anders dan genoodzaakt om die werkdruk te verlagen, om die betrouwbaarheid te vergroten voor de reiziger, om de dienstregeling aan te passen. De gemeente Wijchen heeft voor de groei van het dorp nog grootse plannen, maar heeft daarbij wel de hulp nodig van de NS. We hebben de vraag om intercity's te laten stoppen in Wijchen, die leeft al langer. Maar daar hebben we nog steeds nul op ons request gekregen bij de NS. Wellicht dat enig soelaas zal kunnen bieden. Ja, dat speelt er ligt een plan Wijchen West. En daar zou een tweede station een optie kunnen zijn, maar bij de ontwikkeling van daarna pas. Dus we gaan eerst Wijchen West bouwen en daarna wordt gekeken de optie om een tweede station in die omgeving te realiseren. Dat alles duurder wordt en steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen, wordt ook gemerkt bij de voedselbanken in de regio. Zij zien een stijgende lijn in het aantal mensen dat zich bij hun aanmeldt. Ook bij de locatie in de gemeente Druten valt dit op. De voedselbank van de gemeente Druten was voorheen een voedselbankwinkel waar mensen fysiek boodschappen konden doen.
Nu gaat het allemaal online. En dat kunnen ze iedere week doen. En afhankelijk van hoe groot hun huishouden is, kunnen ze één of meer producten per productgroep bestellen. Dan worden de spullen klaargezet in de kratten. De toename komt niet als een verrassing, omdat de voedselbank deze al zag aankomen. Al jarenlang best wel veel armoede in Nederland. En die wordt nu alleen maar groter door de hogere kosten van levensmiddelen, maar ook met name door de energie. Het blijft voor de voedselbank een uitdaging om aan voldoende levensmiddelen te komen. Kijk, wij hebben nu hier ook te maken met een toename van klanten. Op dit moment tussen de 30% en 40% in de afgelopen 3-4 weken. Maar wij willen de klanten net zoveel meegeven als dat we normaliter kunnen doen. Wij mogen als voedselbanken al werken met een verlengde houdbaarheidsdatum voor de meeste producten. We hebben wel strenge voedselveiligheidseisen, dus daar controleren we ook op. Ze proberen zich op een positieve manier voor te bereiden. Kijk, zorgen maken is niet wat wij doen. We gaan de uitdaging aan. Maar we realiseren ons dat we wel flink eraan moeten werken om aan voldoende producten te komen. Maar omdat het nu zo heftig is, hebben we met elkaar besloten binnen Voedselbanken Nederland dat we ook voedselproducten kunnen kopen als het nodig is. Er zijn verschillende levensmiddelen die worden aangeboden. Het varieert van brood, rijst, pasta, soepen, groentes, fruit en ook wel wat lekkers. Maar minstens 60-70% moet horen tot de schijf van 5. Het is een toevoeging voor zo'n 3-4 dagen. We blijven proberen de mensen voldoende producten aan te bieden. De drempel naar de voedselbank is best wel hoog. Dus wat wij graag zouden willen meegeven, kom naar ons. Wij helpen graag. Al onze vrijwilligers staan ervoor om te helpen. Dus ja, de uitdaging is alle mensen die het nodig hebben te bereiken. Ja, en te zeggen, kom, wij helpen. Silo van Honingfabriek blijft onderdeel van de Nijmeegse skyline. NIC heeft naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe technisch directeur. En de horeca op het George Evensplein gaat het ooit nog open. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Ontwikkelaar Lingotto heeft samen met Expo Bart de oude delen van het Honingfabriek gekocht. De plannen zijn ontwikkeld samen met ondernemers van het eerste uur, waaronder de meesterproef, Oersoep en de Smeltkroes. Lingotto gaat de oude gebouwen renoveren voor de ondernemers die daarin een permanente plek zullen vinden. Hiermee blijft de iconische honingfabriek, inclusief de hoge honing silotoren, behouden voor de stad. Dinsdag spraken we met bierbrouwer Gols over de krakers in het pand van Café Extase. Gols is eigenaar van dit pand en is niet te spreken over de krakersacties. Het pand is eigendom van Gols. Dat is ons eigendom en wij gaan ervan uit dat iedereen dat ook respecteert. Enkele weken geleden waren in onze uitzending al enkele buurtbewoners te zien die het niet eens waren met de bouwplannen voor het nieuwe winkelcentrum in de Weeshof. Inmiddels zijn er al veel meer bezwaren binnengekomen. Belangenvereniging Weeshof heeft namens haar 173 leden een zienswijze ingediend over de nieuwe plannen voor het winkelcentrum in de Weeshof. De voorzitter laat weten dat de leden ook los hun mening mogen laten weten en dat hij ook al 24 zienswijzen van andere buurtbewoners heeft ontvangen die nog verstuurd moeten worden. Carlos Aalbos lijkt de opvolger te worden van Ted van Leeuwen, die deze maand stopt als technisch directeur bij NEC. Aalbos, oud-voetballer van NEC, is nu nog hoofdscout bij AZ. Carlos Aalbos is zeker geen onbekende van NEC op technisch vlak. Zo was hij al eerder technisch directeur van de club van 2006 tot en met 2013. In die tijd haalde hij spelers waaraan NEC veel heeft verdiend. Aalbos zal naar alle waarschijnlijkheid over 2 weken na de laatste wedstrijd voor de winterstop gepresenteerd worden. De snackbar en het café aan het Joris Evensplein in Nijmegen blijven voorlopig gesloten. Eerder deze maand moesten deze horeca sluiten omdat ze hun vergunningen niet op tijd rond hadden. De voorzieningsrechter heeft een verzoek om een tijdelijke voorziening te treffen afgewezen. Ook als alsnog een volledige vergunningaanvraag wordt ingediend, is het niet zeker dat de ondernemers die ook daadwerkelijk krijgen. De burgemeester heeft de rechter laten weten dat er redenen zijn om deze te weigeren. Zoals de APV, alcoholwet en de wijze van iedere bedrijfsvoering. De komende dagen wordt er weer flink gegriezeld tijdens Halloween.
Officieel vindt de feestdag pas maandag plaats, maar de meesten vieren het dit weekend al. Zo ook Uro Engelsen. Hij is opgegroeid in Amerika en heeft de Amerikaanse traditie meegenomen naar balgooi. Nou, ik woonde in Amerika voor 56 jaar en daar is het een hele grote traditie om dit te doen. En ongeveer 5 jaar geleden ben ik teruggekeerd naar Nederland toe en ik heb de traditie gewoon meegenomen. Veel tijd insteden om dit allemaal op te zetten. Dit duurde ongeveer bijna een week. Nou, mensen vinden het heel positief. Voor ik eerst, toen ik de poppen op had laten staan 5 jaar geleden, kwamen mensen langs met de auto en die zagen het. En ze moesten stoppen, terugrijden en alles bekijken. De jaren daarna, langzaam kwam ik beter bekend met de Halloween. En er kwamen langzaam kinderen langs de deur. En het is zo gegroeid en het is echt wel positief geworden. I'll carve you for my treat. Nou, wij gaan zelf en mijn partner, wij gaan zeker verkleed. Dat doen we elk jaar. En dit jaar hebben we nog extra geesten bij ons, haar dochters. Die doen ook mee. Maar wat we zouden zijn, dat ga ik niet verklappen. Dat is nog een verrassing. Dat is een verrassing. Vorig weekend werd in Druten de 17e editie van Bolderpop georganiseerd. Dit kleinschalige muziekfestival richt zich op mensen met een beperking die er de dag van hun leven hebben. Dit jaar vond het evenement plaats op het Pax Christi College en waren de optredens van onder meer het feestteam, Django Wagner en de gebroeders Rossig. De doelgroep die wil elk jaar een uitje waar ze naartoe kunnen leven en dat doen ze inmiddels al 17 jaar. We zitten 17 jaar, dit is de 17e editie en die was voor het eerst compleet uitverkocht. Binnen 3 weken waren alle kaarten verkocht, dus ja. Vandaar. En wie is jullie doelgroep? Bewoners van Cerelo, dat is van origine de doelgroep en onze doelgroep zijn mensen met een verstandelijke beperking. En wat is er vandaag allemaal te doen? We hebben vandaag een hele mooie groep aan artiesten. Jochem van Gelder die praat alles aan elkaar. Hè. Hij is ook een van onze ambassadeurs van Bolderpop. Dus ja, we zijn ook heel blij met al die mensen. En ja, we draaien natuurlijk ook op een ontzettende mooie groep vrijwilligers. Ja. Het leuke is van de mensen die vandaag ook hier waren, die hebben geen belemmeringen. Ik heb zelf, als ik feest vier, dan denk ik, nou, we zullen andere mensen dan niet denken. Niet te uitbundig dan. Deze mensen gaan gewoon helemaal los. En dat maakt dat Bolderpop ieder jaar een fantastisch feest is. En ja, ik weet niet hoeveel jaar ik het nu al mag presenteren, want het is een voorrecht om het te mogen presenteren. Maar het is ieder jaar ook weer een zondag waar ik naar uitkijk. Ik denk, oh gezellig. En dan ben ik benieuwd welke artiesten er zijn. En dan zie ik al mijn vrienden weer. En ik ken ze niet allemaal bij naam. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar dan is het weer zo hartelijk. Dan is het weer alsof we elkaar... Maar het is ook zo, we hebben een jaar niet gezien hebben. Maar dat maakt Bolderpop... tot een fantastisch feest, ook voor mij en ook voor alle artiesten. Hier alleen in een te stille stad, ik heb eigenlijk nooit wat van heimwee gehad. Maar de mensen slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, maar daar dan nog meer. Hoe vind je het? Ja, geweldig. Ja? Ja, ik ben gewoon een beetje zenuwachtig dus. Ik vind het echt helemaal geweldig, vooral dat er een grote artiest komt. Nou, helemaal geweldig toch voor zulke mensen. Het is echt een groot feest. We hebben een meet and greet waar we jaarlijks hebben. Een fotograaf uit Druten die foto's maakt met de artiesten, met de bewoners. Ja, daar leven ze naartoe. Ja. Maar die is ook leuk, en dat mag best wel een keer gezegd worden, door de fotograaf. Stan van de Hurk. Die viert iedere foto die gelukt is... alsof het een doelpunt is. Dus ja, ik heb weer foto's van hem gemaakt. Maar iedere keer als er foto's, daar staat hij zo. En ja, dat maakt het nog leuker.
lieve Poldermotters. Wij willen jullie bedanken. Jullie waren een fantastisch publiek. En geef een heel groot applaus aan jullie zelf. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Heb je toch nog iets gemist? Kijk dan even op ons YouTube kanaal. Daar vind je alle uitzendingen terug. En op onze website staat het laatste nieuws uit de regio. Dus houd die ook even in de gaten. Maandagavond zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en nog een fijn weekend.